Terwijl u nieuwsuur kijkt, kunt u live op uw computer of tablet aanvullende informatie krijgen over de onderwerpen in de uitzending. Het tweede scherm, zoals dit wordt genoemd, werkt niet op uw telefoon. De rechtbank in Amsterdam begon vandaag met het proces tegen Robert M. Hij heeft bekend dat hij op de crash waar hij werkte, bij hem thuis en op oppas. Tijdens de uitzending verschijnen er tabbladen op uw scherm. Voor elk onderwerp een apart blad. Per onderwerp zijn er ook weer verschillende mapjes met informatie. Bijvoorbeeld een tijdlijn over wat wanneer is gebeurd of een reconstructie. Dan een jaar lang leefde Japan in shock door het tsunami en de ramp met de kerncentrale Fukushima. Maar nu, daags na de emotionele herdenkingen, breekt pas echt de discussie los over hoe het nu verder moet. In de balk staat de informatie gerangschikt. U kunt daarin schuiven omdat niet altijd alle mapjes in één scherm passen. Via dit tweede scherm heeft u dus toegang tot achtergrondinformatie, statistieken, video's en andere extra's die niet op tv te zien zijn. Nieuwsuur is het eerste nieuwsprogramma dat hiermee experimenteert. Vandaar dat we uw mening graag willen horen. En u kunt ons daarover mailen op tweedescherm.nieuwzuur.nl